Wie werkt er nou met defensieve voertuigen? Dat is echt heel vet om mee te werken. Ik doe momenteel een BBL-opleiding als allround constructiemedewerker. En ik zit nu in mijn fase dat ik overstap van niveau 2 naar niveau 3. Ik doe de opleiding allround verspanen. Ik zit in 2 leerjaren en ik wil later doorgroeien als CNC-programmeur bij Van Alteren. Ik ben nu bezig in mijn eerste jaar van mijn mechatronica niveau 3. En ik ga volgend jaar de overstap maken naar de BAT en daarna de EBAT. Af en toe doe je werk voor Europa, voor bepaalde soort nucleaire onderzoeksteams. Maar het is echt voornamelijk is het wel militair werk. Werk aan tussenbakken, draaien, MIG. Je doet heel veel revisies. MAG. Tracks wisselen. En TIG. Filters vernieuwen. Frezen. Olie verversen. RVS. Een elektra. Leeropdrachten. Aluminium. Wielen verwisselen. Panzerstaal. Boren. Van militaire producten. Technieken leren. Je werkt veel met cilinders, dus ook hydrauliek heb je ook wel af en toe tussendoor. En aframen. Je maakt testritten. Ik ben heel erg blij met mijn stagebegeleider. Ik kan altijd bij hem terecht als ik iets nodig heb. Praktisch vlak, maar ook op theoretisch vlak. Ik heb voor Van Alteren gekozen omdat er een hele leuke werksfeer hangt. Het is heel veelzijdig werk en de goede begeleiding. De baas komt af en toe ook gewoon langs om een praatje met je te maken. Ook word je hier al erg goed begeleid door de teamleiders hier al, die je echt helpen bij elke puntjes en altijd kan vragen voor verbeteringspunten. Ik ben trots dat ik bij een mooi bedrijf als Van Alteren mag werken. Het is een hele goede werksfeer, dus plek voor een grapje en voor een praatje. Ik zou zeker mensen uitnodigen. Het is een heel erg leuke werkplek hier al. Je hebt gezellige mensen om je heen. Je hebt veel variatie en het bedrijf geeft je echt heel erg veel momenten dat je gewoon goed kan doorleren en zoveel mogelijk certificaten kan behalen.